Rabobank-mechanieker Ruud van Deurzen en Edwin van Vught ontwikkelden samen een ingenieus apparaat. Maar wat is het eigenlijk? Nou, het apparaat is gemaakt en bedoeld om een fiets af te kunnen stellen op de wensen van de berijder. En ook weer een volgende fiets, een nieuw type of een tijdritfiets op precies dezelfde maat en afstellingen aan te kunnen leveren. Zonder dat dit dagen hoeft te duren om alles in te stellen. Het apparaat is zo gemaakt dat het zadel en het stuur kunnen afgesteld worden door daar de stangetjes tegen aan te schuiven. Er wordt dan een maat afgelezen, deze maat kan opgeschreven worden en ten alle tijde overgenomen worden op nieuwe fietsen. De basis van het apparaat is een horizontale verbinding tussen de achterpadden en de voorpadden. Vanuit deze horizontale buis wordt een verbinding gemaakt met een stang die daar perfect haaks op staat, dat is de verticale stang. Die wordt zo afgesteld dat deze perfect in het bracket valt. Vanaf dit punt worden alle maten gemeten. De belangrijkste maat die vanaf de verticale stang gemeten kan worden is de terugstand van het zadel. De terugstand van het zadel is het aantal millimeters dat het zadel achter het bracket staat. Dit kunnen we aflezen bovenop het apparaat. Een andere hele belangrijke maat voor de renners is uiteraard de hoogte van het zadel. Nou, de hoogte van het zadel meten we weer in één rechte lijn vanaf het bracket tot op het punt waar het zadel 8 centimeter breed is. Dat is dus, deze pennen staan op 8 centimeter. Op die manier wordt de hoogte altijd op hetzelfde punt van het zadel gemeten. Je zet de klem simpelweg vast en je kunt hier de hoogte van het zadel perfect aflezen. Nou zijn er in de fietswereld al zoveel apparaten, maar dit nog niet? Nee, apparaten als deze zijn er ook, zeker weten. Dit is eigenlijk alleen wel het eerste en enige apparaat wat ook compact is mee te nemen. Het zit in een koffer, heb je het niet nodig, staat het niet in de weg. De andere apparaten zijn allemaal grote. Het is eigenlijk een soort omgekeerde wereld. De apparaten die er zijn, daar wordt de fiets ingezet. Dit schroef je aan de fiets. Dat is een wezenlijk verschil. Dat is zeker een wezenlijk verschil en dat is in principe ook waar het de mechaniekers van de Raboploeg om ging. Ze wilden een apparaat hebben wat als ze het niet nodig hebben, geen onnodige ruimte inneemt in een vrachtwagen. Dat hebben we geprobeerd en dat is zeker goed gelukt. Is dit het enige exemplaar nog dat er nu is? Nee, er zijn er al een aantal meer. Deze zijn ook allebei al bij Rabo in omloop. We zijn bezig met een nieuwe serie die we gaan produceren. Die dus ook voor de renners en voor andere ploegen aangeschaft kunnen worden. Want als jullie zoveel baat hebben bij deze vinding, dan anderen ook uiteraard? Uiteraard. Het is iets wat we in samenwerking met Rabo bedacht en geproduceerd hebben. Maar uiteindelijk voor de gehele wielerwereld heel interessant.